hebt een tekst en je hebt jezelf als acteur. En die twee dingen die probeer je samen te brengen in je personage. Dan wordt het een... gewoon een heel interessant en leuke zoektocht. En dat wat dan uitmondt in iets wat leeft. Ik doe dat eigenlijk meestal wel met de personage, dat ik zonder veel haast te maken mijn eigen verbeelding op zo'n figuur loslaat. Of in ieder geval laat kruisen met het personage en vooral ook met mezelf. Wat het publiek uiteindelijk over het personage zal gaan vinden... Wat een gemeenerik of wat een sentimentele oude zak of weet ik veel. Dat is iets wat zij moeten denken. Dat heeft dat personage zelf niet door. Je moet nooit je personage relativeren of wegzetten. Of denken, oh, dat is zo'n figuur of zo. Dan wordt het saai en voorspelbaar. Of dan heb je er niks mee. Terwijl als je dat als acteur in alle oprechtheid probeert te zoeken... dan wordt het ook leuk om naar te kijken.